als we de lessen uitgelegd hebben straks en we hebben de gouden koffer aangeboden en we weten dus waar we mee aan de gang gaan, dan staat daar een tafel met alle certificaten. En als je dat certificaat ondertekent, dan zeg je eigenlijk dat je een jaar lang je in wilt zetten voor de wijk. Dat maakt iets belangrijk. Nou, als het iets doet voor de wijk, wat goed is voor de wijk. Het is hobby's, dit zijn voor ideeën, het is voor of je het leuk vindt of niet vindt. Het is voor vrienden, voor huis en voor speelten. En dan moest je daar op de kaart van waar je hobby was, waar je sport. En als het buiten de wijk was, schreef je het hier zo op. Oh ja. En je moest ook dingen invullen. Ja. En uiteindelijk kwam het hier in. We hebben weinig plekken voor dieren in de wijk. En waarom zou dat goed zijn voor de wijk? Mensen kunnen dan met die dieren knuffelen en spelen misschien. En dan kunnen ze hun gevoelens een beetje kwijt. Dan weet je ongeveer wat de kinderen uit de klas zouden, hoeveel geld zij aan die doelen zouden weggeven. En ik zie hier dat gezondheid heeft 117 euro. En samen doen 115, dus die twee zijn echt wel krijgen het meeste geld van de kinderen in de klas. We hebben van al die miljoenennota's hebben we samen weer 1 miljoenennota gemaakt. En die miljoenennota die gaat ons vertellen wat wij met de kinderwijkraad waar wij mee aan de slag gaan. Die hebben 4 miljoen verdeeld en dan hebben jullie 890.000 euro voor groen en duurzaam. 880.000 euro voor gezondheid. Samen doen 860.000 euro. Voor wonen, werken en leren is 690.000 euro. En voor verkeer 680.000 euro.